En welkom bij Beauty Gloss. Vandaag ga ik voor jullie iets testen wat ik in Hongkong kocht. Namelijk deze baby silicone make-up spons. Ik zal hem even close-up laten zien. Dit is hoe die eruit ziet. Je ziet een babytje op de verpakking. Ik weet niet of dit de echte is. Dit kan ook een neppe versie zijn van degene die dit bedacht hebben. Maar het maakt mij ook niet zoveel uit. Ik kwam hem tegen in een klein winkeltje in Hongkong. En dit is dus zeg maar de welbekende siliconen make-up applicator. En dit is de achterkant. Kijk, hier zie je op het plaatje. Dat laten ze boven dan zien. Hier, kijk, dit is bij een gewone spons. Blijven die bacteriën erin. En hier gaat de foundation op de spons. Ik ben alleen benieuwd hoe die het dan aanbrengt. En ja, hoe je dat dan egaal krijgt, zeg maar. Hier staat hoe je het aan moet brengen. Dab a suitable amount of foundation, BB cream or cream blush. And apply evenly on face, then blend. Wipe after use. Can be water wash. Dus blush kunnen we ook doen. Vloeibare blush, denk ik dan. Goed, zullen we hem gaan uitpakken? Oké, daar gaan we. Oh, hij voelt echt super siliconen zacht, kijk. Het is gewoon een... Hier, je kan een beetje trekken, indrukken. Het is niet alsof er vloeistof in zit, hij is wel echt massief jelly. Met een gezichtje erop. Cute. Oké, zullen we gaan proberen? Ik heb hier mijn jelly silicone. Hoe heet het? Ik zie de naam niet. Het is baby. Oh, 53 mm staat er trouwens op. Oh, en hij kostte 85 Hongkong dollars. Dus laten we zeggen een tientje ongeveer. Staat trouwens in het klein hemme op. Dus ik weet niet of dat het merk is. Maar goed. Oké, ik heb hier mijn foundation. Ik gebruik nu de Dr. Jeske Ulte Foundation. En ik ga hem op het sponsje aanbrengen. Daar gaat hij. Het ziet er zo uit. Het glijdt er ook echt overheen. Nou, there we go. Huh? Ja. Het voelt een beetje alsof ik met een stuk plastic... Foundation zit er voor delen over mijn gezicht. Als in een spatel of zo. Ja, daar lijkt het op. Ik snap wel wat ze willen bereiken. Dus dat het zeg maar... Het brengt glad aan, het trekt niet in de spons. Maar je hebt wel een soort van applicator. Oh. Nou. Maar het gaat totaal niet egaal, zoals je ziet. Het is niet alsof die... Alsof die een mooie smooth... hoe zeg je dat? Dat het mooi vervaagt in je huid. Hij brengt het echt aan. Het lijkt zeg maar op dat je dan crème hebt. En daar zit dan een spateltje bij. En je brengt, met die spatel breng je het aan. Maar daarna ga je verder met daadwerkelijk je spons. Oh, hij is ook trouwens echt heel smerig nu. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, gewoon een beetje... hij is niet meer helemaal doorzichtig. Want er zit allemaal foundation op. Het is wel heel erg kostenbesparend. Hij zuigt niks op. Dat zal dan ook wel de, hoe zeg je dat, de unique selling point zijn van dit ding. De enige spons die echt niks opzuigt. Maar, ja. Hoe vaak ik er ook overheen ga, het wordt niet egaal. Je ziet gewoon vegen. Zit het gewoon te verspreiden met een plastic spatel eigenlijk. Ja. Weet je, ik kan je nu al vertellen, dit is meer geschikt voor crème. Dus crème, voor masker. Dit, ja. En ook hier is het heel lastig bij de ogen. Ik probeer wat te doen, maar er gebeurt niet zoveel of zo. Oké, we komen ergens. Bij mijn mond gaat het gewoon helemaal niet. Want het blijft... Misschien moet ik hem deppen. Net als met de Beauty Blender. Dit klinkt echt heel... vies. Ik sla nu gewoon met een stuk siliconen op mijn gezicht. Tja. Ik vind dit geen plezante manier van foundation aanbrengen. Moet ik dat gelijk even zeggen.
En eigenlijk, kijk, het zit er wel op, maar het is niet dat je denkt, wauw, beauty blender effect. Ik heb gewoon met een stuk siliconen op mijn gezicht zitten slaan. Of foundation die ik erop heb gesmeerd. Tja, zou die blijven plakken als ik zo doe? Ja. Tja, grappig. Nee, serieus, het is grappig bedacht. Maar een tientje voor een soort van spatel? Nee. Laten we gelijk even blushen, nu we toch bezig zijn. Even kijken. Ik heb hier een cream blush van Bobbi Brown. In de kleur Calypso Coral. Ik ga hem wel even met mijn vinger doen. Dus zo. En dan zo even. Oh, daar gaat hij. Misschien heb ik iets te veel. Ja, yeah. Het gaat al ietsje beter. Maar ik vind nog steeds dat cream blushes het lekkerst werken met je vingers. Dus wat heb je hier dan eigenlijk aan? Het wordt er niet mooier op of zo. Het kost je alleen maar tijd. Het is okay, maar... Weet je, eigenlijk kan je het gewoon vergelijken met foundation en blush met je vingers aanbrengen. Precies hetzelfde. Het voelt even... Ja, het voelt even poofy. Hetzelfde. Het is met je vingers aanbrengen. Het is gewoon een grappige gimmick. Het is leuk bedacht. Stel, je wil echt niet met je vingers aanbrengen, maar je wil wel dat effect. Dan kan je dit gebruiken. Maar, nou, ik vind het een beetje een veel eigenlijk. Het voelt ook viezig of zo. Ik vind het nu een beetje bleh, een beetje sticky helemaal. Dit ding is ook, kijk dan, hij is helemaal... Goed, conclusie. Het siliconen ding. Ja, het is echt een gimmick. Het is leuk bedacht, maar... Zonde van je geld. Niet kopen. Nee. Nope. Dit is echt een fail. Ik hoop dat jullie deze review handig vonden. Ik hoop dat jullie behoed hebben van het kopen hiervan. Want ik weet zeker dat je dit heel cheap op AliExpress en zo kan vinden. Maar niet doen. Niet kopen. Ga dan liever voor een echte spons. Als je toch zeg maar zo wil aanbrengen. Dan geeft een spons echt dat airbrush effect. En dit is gewoon een spatel. Ja. Goed. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei doei.